allemaal, leuk dat je weer kijkt. Dit is de nationale beatwedstrijd van Bit 72, week 41. Elke week bied ik de handen met mijn broertje, Bob Drijver. En dit was mijn kaart deze week, derde spel. Noord past, Bob mag het zeggen. Die past ook. Zuid biedt 1 klaver. Dus wordt voor je neus 1 klaver geopend. Nou, wat doe je hiermee? Ja, ik denk aan de resultaten te zien van andere mensen dat er twee opties mogelijk zijn. Doublet en 1 sanse toe. Nou, 1 sanse toe beloof je wel inderdaad die 15 tot 17 punten, maar heb je toch wel echt een klaverdekking nodig. Dus ik kies hiervoor doublet. Informatie. Mijn partner biedt 2 ruiten. Een jump na een doublet. Nou, informatief doublet is een inviterende kaart. Dit is niet meer zwak. Dus ja, inviterend. Hij heeft wel voorgepast. Ja, om nou meteen te gaan passen vind ik ook wat passief. Dus hij komt naar mij toe. Dus ik heb niet gepast en ik heb 3 klaver geboden. Qubit, ik wil graag meer informatie partner. En mocht je een klaverdekking hebben, vind ik het helemaal fijn om mogelijk in 3 sans te eindigen. Bobby 3 ruiten en niks extra's te melden. En toen heb ik het opgegeven. Ik ben gaan remmen, heb op pas gedrukt en dit was zijn hand. 3 ruiten is op zich een prima contract, denk ik. Je mist 2 klaverslagen en misschien 2 hartenslagen. Kijk naar de resultaten, is 2 ruiten natuurlijk de 10. 3 ruiten hou je nog 9 aan over. En het valt mij op dat er toch best wel een groepje mensen hier 48 in 2 sans zitten. Dan denk ik, of in 3 sans, maar dan denk ik dat hier 1 sans is gevolgd. En als je 1 sans volgt, ja, dan ga je inviteren met deze 8 punten. Dus op deze manier, het was remmen geblazen. Wij hebben net niet op tijd geremd, we waren er bijna. Maar ik hoop dat het bij jullie goed is gegaan. En dat je van de week weer lekker kunt spelen en bieden. Deze week weer 5 handjes. Bob en ik gaan ze bieden. Doen jullie mee? En dan zie je volgende week welke wij gekozen hebben. De groetjes. Fijne biedweek.